Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 19 februari en niet 18 februari 2016. Dit is een aangepaste mededeling vooraf bij de vrijdagochtend herhaling van de Daily Minutes van donderdagavond. Een mededeling vooraf dus bij de vrijdagochtend editie met dank aan Ron uit Waterland. Vanmiddag net na 20 over 3 uur Nederlandse tijd is er namelijk weer een gesprek tussen astronaut Tim Peake en een school in Engeland, terwijl het ISS ook over Nederland komt en dus opnieuw goed hoorbaar zal zijn. Net als de vorige keer is er sprake ook weer van een ATV-uitzending vanuit het ISS op 13 centimeter. De doorgangen van Tim Peake zijn zoals altijd te beluisteren in FM op 145-800. Gebruik, tenzij je ervaring met amateursatellieten hebt, geen antennes met een hoge versterkingsfactor. Een groundplane is een goede keuze en vaak is de ontvangst al goed op een portofoon op 145-800 of op een simpele politiescanner. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 18 februari 2016. Dus het bulletin van donderdag. Gisteren was er uit tijdgebrek geen morsen in de uitzending. Vandaag zijn zowel morsen als het SSTV-plaatje door de geringe tijd opnieuw onzeker. Dave Swanson, KG5CCI uit Kansas, heeft een verbinding gemaakt via Amstrad Oscar 7 die eigenlijk onmogelijk is, zo zegt hij zelf. Op 10 februari maakte Swanson verbinding via de mode B-transponder van de bijna 41 jaar oude satelliet met Papa Yankee 2RN Romeo November in Brazilië. Een berekende afstand van net iets meer dan 8000 kilometer. Een verbinding die volgens eigen zeggen van Swanson dus eigenlijk niet mogelijk is. Mode B is de transponder met een uplink op 70 centimeter en een downlink op 2 meter. Lastige aan de verbinding was dat beide stations op een ander halfrond tegenover de evenaar zaten. Het venster voor de verbinding bestond daardoor slechts 5 seconden. Na verschillende pogingen lukte het door heel snel te communiceren een volledige verbinding te maken. Swanson denkt niet dat via Amstrad Oscar 7 nog verdere verbindingen mogelijk zijn. Amstrad Oscar 7 werd gelanceerd op 15 november 1974, 13 dagen nadat ondergetekende op zendexamen ging. De satelliet ging 7 jaar lang werken, of bleef 7 jaar lang werken toen er een defect optrad aan een van de accu's. Men vermoedt een interne kortsluiting in de met zonnepanelen opgeladen accu's. Tot ieders verbazing werd de satelliet 21 jaar later, op 21 juni 2002, ineens opnieuw gehoord. De prognose is dat de kortsluiting in de accu door degradatie vanzelf weer is verdwenen. Uiteraard werkt de accu niet meer. De satelliet werkt nu alleen als de zonnepanelen voorzien worden van zonlicht. Doordat de satelliet al zo oud is, voldoet hij op diverse punten inmiddels niet meer aan de voorwaarden zoals bijvoorbeeld bandplannen etc. Gebruik van de mode B-transponder is in de VS alleen nog toegestaan door een speciale toestemming van de FCC. Er zijn nog steeds dagelijks stations die van de satelliet gebruik maken. Niet alleen de website hobbyscope.nl heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Van hetzelfde scope-logo voorzien is ook de site van PI3UTR onder handen genomen. De site is dan ook onderdeel geworden van de scope-portal en is ook via hobbyscope.nl te vinden onder het pull-down-menu Systemen. Veel informatie over de repeaters in IJsselstein en ook meerdere foto's. Ook voor de andere onderdelen van het omvangrijke repeatersysteem zijn er vergelijkbare pagina's. Dat zijn PI2NOS uiteraard, PI6NOS, dat is de 23 centimeter repeater op de toren in Hilversum, PI1UTR DMR in IJsselstein, PI1UTR D-Star ook in IJsselstein, PI3UTR, FM-relais, PI6TEN, de 10 meter FM-repeater in Hilversum, PI6ATV, het ATV-relais en een pagina over Hamnet. Van zowel PI610 als van PI6ATV bestaan ook nog de oude pagina's. De personen of persoon achter DMR Plus heeft hebben volgens een artikel op ham-dmr.nl aangegeven DMR Plus niet verder te zullen uitbouwen. Er zullen alleen nog bugs worden opgelost. Dit is een opmerkelijke ontwikkeling. In november nog was DMR Plus, dat uit dezelfde koker komt als IRC-DDB bij D-Star, in een aantal landen waaronder Nederland het dominante netwerk voor DMR. Netwerken worden vaak bekritiseerd omdat ze experimenten door amateurs en repeaterbeheerders ontmoedigen of verbieden. Rond november kwam een netwerk onder de naam Brandmeister spectaculair op en op Duitsland na heeft dat netwerk inmiddels in bijna alle landen DMR Plus vervangen. Als een netwerk niet meer vernieuwd wordt, is de kans groot dat het niet lang meer serieus zal worden gebruikt. Overigens zijn er ook bij IRC-DDB en de bijbehorende reflectors op D-Star strubbelingen. Zo is dat systeem ooit opgezet, mede omdat bij de Amerikaanse US Trust en D-Plus iedere amateur zich individueel moest registreren. Bij DCS en IRC-DDB hoefde alleen de repeaterbeheerders zich te registreren voor het netwerk. Dit is vergelijkbaar met hoe dat bij analoge netwerken als Echolink en IRLP gebeurt. Een paar maanden geleden moesten individuele amateurs zich bij dit netwerk plotseling ook registreren.
Dit in combinatie met het geregeld niet goed werken van de DCS-reflectors heeft ertoe geleid dat een al bijna vergeten systeem van X-reflectors weer is ingevoerd. Dat zijn reflectors die solitair zijn en geen onderdeel van grotere systemen. Een dergelijke reflector kan eenvoudig worden opgezet. We zullen zien hoe de soap rond DMR Plus zich verder zal ontspinnen. En dan volgt tenslotte nog een mededeling van onze sponsoren. Sponsor of the day number one today, bulkammo.com. When I need ammo and I want it in bulk, I go to bulkammo.com. Why? Because the name says what you're going to get. Ammo in bulk at great prices with lightning fast shipping. How fast is their shipping? It's almost like this. I've placed my order. I go on about my day and I hear, gee, who's that? It's the postman with my ammo. How did that happen? Zoals aan het begin van de Daily Minutes al gezegd, vanmiddag net na 20 minuten over 3 Nederlandse tijd is het ISS te horen. Astronaut Tim Peake heeft dan net als vorige week een gesprek met een school. Zijn doorgangen zijn met eenvoudige middelen te horen op 145-800.